Hallo, vandaag wil ik jullie zien hoe je deze nail art kan doen. En het is zo'n Nordic patroontje-achtig iets. Ik kon even een Nederlandse benaming vinden. Want ja, het viel me gewoon op dat heel veel truien en winterlaars dat hebben. Waarschijnlijk was dat de rest van de wereld al veel langer opgevallen. Maar goed, het viel mij ineens op. En toen dacht ik van, hey, kan ik ook wel op nagels doen? Is waarschijnlijk ook al veel vaker bedacht. Maar goed, in ieder geval leek het me leuk om er ook eens een keer een tutorial van te maken. Volgens mij had ik het zelf nog niet eerder gedaan. Ik weet het niet zeker. Misschien heb ik wel eerder dat soort patroontjes had geprobeerd. Maar ik ga ervan uit dat het toen slechter ging dan nu, denk ik. Want ik ben wel beter geworden in het doen van nail art, hoop ik, sinds ik ben begonnen ooit. Dus ja, in ieder geval, laten we beginnen. Oké, aangezien ik al een tijdje geen rode nagellak meer heb gebruikt, ga ik maar eens een keertje voor rood. Dit is Cranberry Splash van China Glaze, van een kerstcollectie van de hele tijd terug. Ik weet niet of die nog te koop is. Volgens mij is dit potje al zo'n 2 jaar oud of zo, maar goed. Het is een heel mooi shimmery rood kleurtje. En dan ga ik er gewoon 2 laagjes van aanbrengen. Oké, tijd voor 2e laagje. Oké, dan is het tijd voor het werkelijke patroontje. Ik ga dus gewoon weer een striperbrush gebruiken en water en acrylverf. Deze keer witte acrylverf. En ja, het makkelijkste is om gewoon even op Google een plaatje op te zoeken van een Nordic pattern. En proberen dat na te maken. Oké, ik ben voor het gemak maar even begonnen met de strepen. En dan door met dat soort van bloemachtige patroontje. Of eerst stippen. Misschien heb ik het van tevoren moeten verzinnen. Nee, ik begin eerst met het bloemachtige patroontje wel. Je kan dit op zich zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wil. Als je bijvoorbeeld het heel moeilijk wil doen, kan je ook heel klein alle patroontjes doen. Ik doe het persoonlijk ietsje groter. En het ligt natuurlijk ook nog aan wat voor patroontjes je doet. Ik vind persoonlijk dit al moeilijk genoeg, dus. Maar je hebt bijvoorbeeld ook patroontjes waar ook wat hertjes bij zitten en alles. Die zijn ook heel leuk. Maar wel een stuk moeilijker. Oké. En dan nog de rest invullen. Ik ga bij de rest denk ik voor ietsje simpelere dingen. En het is ook leuk trouwens om per nagel gewoon een beetje te laten verschillen wat je doet. Al was het alleen maar omdat het ook makkelijker is trouwens als je niet op iedere nagel precies hetzelfde hoeft te doen, want dan ga je gegarandeerd verschillen zien. Zo. Nou, het laatste gedeelte doe ik gewoon wat hoekjes denk ik.
Oké, dan is de eerste nagel klaar. Nou, als alle nagels klaar zijn, dan hoef je alleen maar een laagje topcoat toe te voegen en het is klaar. Ik gebruik de Catrice Gel-like topcoat. En zoals iedereen intussen waarschijnlijk wel weet, is het wel belangrijk om altijd topcoat toe te voegen aan een nail art met acrylverf, omdat je het er anders af kan wassen. En dat zou een beetje zonde zijn. Nou, dit is dus het uiteindelijke patroontje wat ik ervan gemaakt heb. En ja, zoals gezegd, je kan het gewoon zo makkelijk of moeilijk maken als dat je zelf wil. Je kan meer detail doen, je kan minder detail doen, je kan grotere patronen doen, je kan het nog kleiner maken. Het hangt er volledig vanaf wat je zelf mooi vindt. Je kan er ook nog verschillende kleurtjes in doen of wat dan ook, maar ik vond het gewoon wit en rood wel leuk. Dus ja, nou in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Nou, dan is het tijd voor topcoat. Ik gebruik de Catrice Gel-like topcoat. En zeker bij dingen als dit met heel veel acrylverf is topcoat echt super belangrijk, want het is natuurlijk...